Ik beschouw uh, mezelf als een kritisch kameraad. Uh, ik heb het vaak aan de stok met mezelf. En gisteren zag ik tot mijn verbazing: ik liep van een bepaald adres naar mijn huis. En onderweg dacht ik: uh, zal ik naar de krantenboer gaan? Uh, voor ik naar huis ga, ik denk ik: nee, want het begint te regenen. Ik ga naar huis. En toen merk ik dat ik toch de richting van de krantenwinkel. Dus uh, dat was het schizofrene van dat, uh, die dualiteit die één persoon uitmaakt. Maar uh, ik ben dus heel kritisch voor bijna iedereen. En daar is mijn eigen persoon in begrepen. Dus uh, ik heb soms bij wijze van spreken slaande ruzie met mezelf. Uh, ik denk dat ik een enkele goede vrienden heb en die zijn daar beter in dan ik. Ik ben niet zo begaafd in het vriend zijn. Ik ben meer aan de schuwe kant. Ik ben meer solidair, denk ik. Uh, en begaan met anderen. Maar een echte vriend zijn, dat uh, veronderstelt, denk ik, ook vrolijkheid, veel aanwezig zijn uh, over een aantal zaken, heen stappen die je persoonlijk niet zo aanspreken. En uh, dan denk ik dat ik niet de ideale vriend ben, nee. Ik, uh, ik weet dat ik te roekeloos geweest ben. Ik weet dat ik te veel als mijn vak. Ik heb uh, verwant met dat van koordanser en ik zit met die gevolgen. Uh, ik heb daar spijt van. Ik heb anderzijds veel voldoening van. Uh, ik zie alleen als ik lucide ben in dat ik die waaghalzerij niet echt lang meer zal kunnen uh, voortzetten. En dus ik zit een beetje op de blaren, maar soms voelen die blaren toch ook lekker aan.